Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend kan eerst nog wat mist of lage bewolking voorkomen, maar de zon gaat flink schijnen in de loop van de dag. Er ontstaan geleidelijk ook wel wat stapelwolken. Al de ochtend is het een graad of 14, vanmiddag wordt het uiteindelijk 22 tot lokaal 25 graden. En dat alles bij een matige wind uit oostelijke richting. Aan het IJsselmeer en langs de westkust kan de wind op een gegeven moment naar het noorden draaien. Aan het einde van de middag en vanavond is in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Ook vanavond is het nog lang warm bij een aanhoudende oostelijke wind. En ja, morgen wordt het dan nog weer ietsje warmer zelfs, 23 tot 26 graden. Opnieuw behoorlijk wat zonneschijn, later ook stapelwolken en in de namiddag en avond in het zuiden mogelijk een enkele regen- of onweersbui. Het geldt eigenlijk ook voor de dinsdag, woensdag en donderdag. Vooral in de zuidelijke helft van het land: kans op een enkele regen of onweersbuien in de loop van de dag. Maar voor de rest is er geregeld zon. Er ligt de middagtemperatuur rond een zomerse 25 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerblaza.nl.